De verkeerslichten op het kruispunt van de Koezewijnenstraat en de Rust- en Werkweg worden binnenkort aangepast. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC. De lichten zijn enkele maanden geleden in werking gesteld, maar Wip zegt dat sinds toen er continu is nagegaan hoe efficiënt het verkeerslicht werkt. Het is een lastig kruispunt, daarom is er continu geëvalueerd met het ministerie en de politie, zegt Wip. Er zijn wat bevindingen en er zijn natuurlijk ook reacties vanuit de gemeenschap. Waarbij wij hebben gekeken van wat kan er gedaan worden om het systeem effectiever te laten functioneren. En op basis daarvan gaan er wat aanpassingen gepleegd worden aan het verkeerslicht. En binnen hoeveel tijd kunnen de autobestuurders deze aanpassingen dan merken? We proberen zo gauw mogelijk. We zijn een tijd bezig geweest. Ik moet de mensen meegeven dat deze verkeersregelinstallatie een nieuwe installatie is. Het heeft een hele andere procedure van werken dan de bestaande installaties. Een deel van de werking van het systeem is vastgelegd in een software en een deel in instellingen. Wat wij nu hebben gedaan is om buiten die software de aanpassingen te doen, want als je in de software moet gaan sleutelen, dan gaat het veel langer duren en dan moet je terug ook naar de leverancier. Dus we hebben een aantal opties bekeken. We hebben de opties ook in het veld getest, want je moet hem uittesten. Want als hij niet goed functioneert, gaat het systeem een foutmelding geven en dan gaat hij op knipper gaan. Dus we hebben voldoende tijd genomen om de opties die we hebben, om die uit te testen, zodat we weten dat als we hem eenmaal weer aanpassen, dat hij goed functioneert. Wip zegt verder dat de huidige verkeerssituatie het verkeer inderdaad stremt. Maar waarom stremt het, vraagt Wip zich af. Het is heel erg jammer dat veel autobestuurders zich niet houden aan de aanwijzingen van het verkeerslicht. En ik wil hierbij ook duidelijk benadrukken dat, hoezeer je het niet mee eens bent, dat je wel de verkeersregels moet naleven. Want door het ongecontroleerd rijgedrag van bepaalde weggebruikers hebben we ook gezien dat wij onnodige stremmingen krijgen. Mensen die gaan keren op de weg, mensen die negeren in feite de richting die wordt aangewezen. Waardoor je niet de effectiviteit van het systeem kan meten. En dat is wel een probleem geweest voor ons. Omdat je, als het systeem goed functioneert, als de mensen zich goed houden aan de regels, dan heb je een betere waarde die je kunt toetsen aan de werking van het systeem. We hebben gezien dat het gedrag niet verandert en we hebben toch gemeend om een aantal aanpassingen te plegen om het functioneler te maken, maar dat ook de afwikkeling en de doorstroming van het verkeer bevorderd zal worden. Tot zover Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC. We spraken hem in verband met de wijzigingen die binnenkort worden aangebracht bij het verkeerslicht van de kruising aan de Koezewijnenstraat.